De Nijmeegse wethouder Grete Visser ondertekende dinsdag in het Oude Burgeren Gasthuis een overeenkomst over de toekomst van het gebied rond het OBG. Het is een hele mooie intentieovereenkomst, een convenant waarin woonwaarts, woningbouwcorporatie samen met de OBG, het Oude Burgeren Gasthuis en nog andere partijen kijken wat ze met dit gebied kunnen gaan doen, zodat oude mensen hier nog fijner oud kunnen worden in deze omgeving. Het zijn een heleboel gebouwen. Het is dit dienstencentrum waar we nu aanwezig zijn, van het OBG, waar al een krancafé is, een heleboel activiteiten al georganiseerd worden. Maar er staan nog een aantal gebouwen omheen van woonwaarts. En samen gaan ze kijken wat er met die gebouwen, of er gesloopt moet worden, of dat er gerenoveerd moet worden. Dat gaat ook met een participatietraject. En ze gaan een plan van aanpak maken, samen met iedereen die daar belang bij heeft, om te kijken hoe het voor oude mensen nog fijner kan zijn om hier te wonen en om van betekenis te blijven. Het convenant is nog maar het begin van het proces. Dit is alleen nog maar de intentieverklaring dat het hartstikke fijn is om in dit deel van Nijmegen, en ik hoop dat dat natuurlijk in alle delen van Nijmegen is, maar vooral in dit deel van Nijmegen, dat je hier prettig oud kunt worden. En wat er gaat veranderen, dat zullen we zien in april, want dan liggen de plannen daar.